Het is niet alleen een beetje koeienmelk en op land bezig zijn, maar het hele verhaal eromheen waar wij ook mee zitten. Oh, je loopt zo? Ja. Wat belangrijker is wat daarachter zit om te zorgen dat je met elkaar in gesprek bent en ook blijft. En dat we ook samen zoeken naar oplossingen. Even naar links. Ja, even 20 seconden wachten. Ja, een stukje empathie richting de boer. Dat ze ook weten van, ja, wat speelt er allemaal op dat boerenerf? Het is niet alleen een beetje koeienmelk en op land bezig zijn, maar het hele verhaal eromheen waar wij ook mee zitten. Iedere keer die negativiteit in het nieuws, weet niet, van de onteigening van de grond, onteigening van de milieuvergunning. Al dat soort zaken, van had ze door misschien eens een stokje voor kunnen steken. Maar het is iedere week in de media is het weer raak. Heb je dat wel eens vaker gedaan? Jawel. Ja? Dus hoef je niet uit te leggen hoe dat moet? Ja, je haalt het. Oh, je loopt zo. Ja. Ja, ik vond eigenlijk dat ik wel bochtte om midden in de tijd waarin de mais wordt binnengehaald hier op bezoek te mogen zijn. Is dat ook nodig dat je echt zelf met je poten op de bult staat, zeg maar? Nou, het is, wat nodig is inderdaad voor mijzelf, maar ook voor mijn medewerkers om echt bij boeren, tuinders, vissers op bezoek te gaan en te ervaren hoe het is om dit werk elke dag te doen. Helpt het dan door op deze manier wat dichter tot elkaar te komen? Jazeker, en het is natuurlijk mooi om zo'n bezoek te hebben, maar wat belangrijker is wat daarachter zit om te zorgen dat je met elkaar in gesprek bent. En ook blijft dat er begrip is over en weer. En dat we ook samen zoeken naar oplossingen voor al die ingewikkelde vraagstukken waar we mee moeten werken elke dag maar weer. In een gesprek in dit soort sfeer, zeg maar zonder actie en protest, dat is ook wel eens goed? Ja, dit is wat vandaag is. En dat is natuurlijk de hele maand oktober gaan die ambtenaren natuurlijk op stage bij, bij verschillende agrariërs, bij verschillende boeren. Dat is wel heel belangrijk, maar dan om te horen dat die mensen iets meer feeling hebben met het bedrijf.